gratis bier gaan de premier een gratis biertje aanbieden, recht uit Zoetermeer. Ja. Correct, juist. 6 sterren bier. Ja. Je hebt het lekker druk. We mogen je... Allemaal, Het is lekker droog. Ga er even bij staan. Bijstaan. Dames en heren, goedenavond. Voor jou. Alles goed? En ik ga er zo vanaf. Mark, we vinden het leuk, geachte minister-president, het leuk dat u hier Mark. Bent. Fijne Zoetermeer, een prachtige stad, maar we hebben nogal wat aan ons imago te doen. En een van die dingen die onze inwoners en ondernemers zelf zijn gestart, is bier maken. Gewoon eigen Zoetermeers bier. Ja. Geen echt lekker bier. Okay. En ze hebben mij gevraagd als wethouder. Is dit bier? Ja, nee, ik vind het zelf heerlijk. Okay. Maar ze hebben mij gevraagd als wethouder: wil jij het overhandigen? Want jij doet dat vaker. Dus heb ik gezegd: dat wil ik best doen. Maar het draait niet op mij. Het draait om 4 vrienden. Er staan er hier 3. We hebben er hier 1. Ook 1? Ja, allebei. Ja. Zeker. Gaaf. En ik heb wel gezegd: ik wil het best overhandigen. Want dat is een beetje ook mijn core business. Maar dan wil ik wel van jullie het verhaal horen. Waarom is dit bier nou begonnen en zo speciaal? Ja, waarom is dit bier nou begonnen en waarom is het zo speciaal? 6 sterren bier, toch? Het is sowieso 6 sterren bier. En het is speciaal omdat het een verbinding moest brengen in de stad tussen de mensen die hier wonen. En het is een wapenfeit, want de geschiedenis is eraan verbonden. Ja. Hier bij het Prielenbos, dat is een heel stuk hier vandaan, weliswaar. Wel. Maar daar hebben de geuzen gelegen om Leiden te ontzetten. Ja, ja, ja. Dus wij hebben een stuk geschiedenis en daar hebben wij een bier aan verbonden. En dat heet Geus. En voor de gelegenheid hebben we Geus premier geschapen. En hij ligt hier in het kist. Wethouder. Ja, bij deze. Heerlijk om zulke inwoners en ondernemers te hebben. Ja, wij ook. En we maken het nog mooier, want de fles is door de Zoetermeerse glashandel gemaakt. Nee, de Bos. De Bos. Glaskunst. Ook nog. Gemaakt. Bos. In Zoetermeer. Krijg ik hem ook? Ja, je krijgt hem. Geniet ervan. Ik zit er al 10 minuten te kijken. Man. Wij zijn er trots op, volgens mij jij straks ook. Even op de camera. Ja. Kijk nou even. Dit is toch, dames en heren. Dit is geweldig. Ja. Dit is Zoetermeer op zijn best. Dank je wel. Mag ik hem houden of terug hebben? Ja, nee.